De derde ronde, 4 foto's op rij en 1 hoort er niet bij. Oftewel, die is de ontsnapte Italiaanse moordenaar tussen de schapen. 4 keer spannend. Een dronken automobilist. De staatsloterij. Julia Adlesic. En Captain America. Julia Adlesic? Ja. Nou, van deze 4 ken ik de staatsloterij heel goed. Waarom ken je die goed? Gewoon... Nou, ik heb daar een. Ik heb jarenlang heb ik het idee. Ben ik heel fijn dat had ik een vriend van mij die had mij getipt. Die zei van je moet meedoen met de staatsloterij. Je moet heel slim spelen. Dan neem je 1/5 loten. Heb je heel veel kans. En dan leef je altijd met het besef dat het gestort kan zijn. Dat is een heerlijk idee. Dat je dan nu zit ik hier een beetje te snabbelen en fotootje hier, fotootje daar. Maar als ik meespeel met die staatsloterij, je vergeet het, want het was gewoon automatische afschrijving, dan kan het altijd gestort zijn. Maar je vergeet het niet, want je weet het nu. Nee, ik weet het nu nog. Maar het vervelende is, ik vergeet dan, het is een automatische afschrijving. Dus je vergeet gewoon dat je eigenlijk meedoet de hele tijd. Mm-hmm. Maar eens per maand krijg je dan een sms'je. Gefeliciteerd, winnaar. U hebt een prijs. En dan ga je dus kijken wat dat is. En dan is het dus altijd een fractie van het bedrag dan dat je had uitgegeven om mee te spelen. Ja, wat raar. Ja. Oh, ja. Wat raar. Ja. Wat raar dat je niet elke week een miljoen krijgt. Nou. Heel, heel frustrerend. Dus al eerst... dus het verdienmodel van de staatsloterij. Ik had al. Ik had al. Ja. Ja. Dus na 5 jaar leeggelopen te zijn, toen heb ik opgebeld. Toen zeg ik. Heb ik gezegd, ik doe het niet meer. Dus misschien gaat het over emotionele chantage. Mm-hmm. Zou kunnen. Dan is het was, ze hadden deze week een verkeerde trekking. Dus er was mensen dachten dat ze 100.000 euro hadden gewonnen. Ja. En de dag later bleek dat niet zo te zijn. Je kreeg een sms'je eroverheen. Sorry. Ja. Ja, ja. Nee, toch niet. Is dit echt waar? Ja, maar ik zat te denken, nou, die mensen, dan als je voor die mensen al denkt, jeetje, 2020 is een slecht jaar. Die mensen heb je. Die dachten gewoon een hele nacht, we hebben 100.000 euro gewonnen. Maar moet je je voorstellen, de mensen die dachten, ik heb geen 100.000 en de volgende hoor, je hebt wel gewonnen en toen een lotto hebben verscheurd. Ja, ik zit nog helemaal in dat andere, in die andere groef. Dat je denkt dat je 100.000 euro hebt gewonnen en dan de volgende dag. Wat doe je dan? Ik zou echt zo boos zijn. Ik zou niet boos genoeg kunnen zijn. Ik bedoel, dit pik je toch niet? Wij hebben ze compensatie gehad, of niet? Ik zou meteen iedereen gebeld hebben, geld hebben uitgedeeld. Nee, maar hoe is het afgelopen? Hoe hebben ze die mensen gerustgesteld? Ik zie je voor het eerst emotioneel betrokken. Ik moet even aan beginnen. Ik weet het gewoon niet. Want dit ik kan denk toch? Dat die mensen nu naar de televisie zitten te kijken en denken, gelukkig ben ik hem niet. Ik denk dat ik zit opeens te denken, dit is eigenlijk een heel goed programma-idee. Ja, dit dat je mensen wijs maakt voor een week. Je hebt 1 miljoen gewonnen en dan kijk wat die mensen doen. En dan na een week zeggen. Het is allemaal niet waar. Live een uitzending, Ik heb wel ooit iemand die won heel veel geld. Ja. En toen vroeg ze aan diegene, wat ga je ermee doen? En toen zei hij, ik denk dat ik een dakkapel op mijn huis ga zetten. En dat, dan vind ik ook dat je als organisatie mag zeggen, geef het dan wel weer terug. Weet je, als je met zulke slechte ideeën komt, laat dan maar zitten, weet je wel. Een dakkapel. Ja. We hebben een dronken automobilist, de staatsloterij, Julia Adlesic en Captain America. En Captain America. Van Captain America weet ik dat hij, ik weet niet of het afgelopen week is, maar die had per ongeluk een dickpic aan iemand gestuurd. Ja. En ik weet niet of het goed uitziet, maar of op Twitter gezet. Ja. Een van de twee. Insta, geloof ik. Ja, Insta. Ja. Maar goed, hoe dat, En de dronken automobilist is de, er was een man van alcoholcontrole, die was betrapt met te veel alcohol op. Ja. En die zei, ik heb niet gedronken. En dat blijkt in het ziekenhuis, hij heeft een soort ziekte dat hij suiker omzet in alcohol. Dus hij is vrijgesproken. Ja. Maar nu je er toch zit, fotograaf des Vaderlands, over dickpics gesproken. Hè? Kijk, dat is een fenomeen. Ja, Jaap heeft wat vragen, hoe en wat. Ja. Een paar kleine tips heb ik nodig. Nee, maar, het ligt. Nee, maar, maar in die zin, het is wel een fenomeen wat... Ja. Kijk, sms'jes of WhatsApp-berichten, dat is een soort uitloker van de brief van vroeger. Hè? Ja. Maar wat, hè? Of de liefdesbrief, dat zijn dan de sexting-berichtjes. Maar de dickpic heeft natuurlijk geen enkele historische achtergrond. Het is niet zo dat vroeger mensen
tekeningen maakten van een piemel en dat dan meegaven aan een bode. Van hier, breng dit naar jonkvrouwen. Het werd in mijn jeugd heel veel op muren getekend. Ja, maar dan je eigen piemel? Dat je dan bijschrijft, dit is de piemel van Marcel. Nee, toch? Nou, in Velp gebeurde dat. Maar het is een fenomeen van deze tijd. Een aantal vriendinnen van mij die hebben wel eens zo'n foto laten zien die ze dan van een bepaalde jongen hebben gekregen. Ja, ja, nogmaals, sorry. Ja. Maar ik vraag dit voor een vriend. Zijn er puur praktische tips dat je piemel groter kan laten lijken op die foto dan dat die daadwerkelijk is? Het is een onontwikkeld genre binnen de fotografie. Ja. Maar ik ben een ambassadeur van de fotografie, dus ik maak me voor elk genre eigenlijk hard. Ja. En ik denk... Wie hoort er niet bij? Ja, ik denk toch die mevrouw die ik niet ken, omdat ik daar... dat ik die niet ken, de rest wel. Oh, dat is mooi. Mooi. Marcel, wil je een poging doen? Nou, ik sluit me er eigenlijk wel aan. Ik ken die vrouw ook niet. Geen idee, en de rest is allemaal per ongeluk. Nou, Jan-Jaap dan maar. Die vrouw die ken ik ook niet, Harm. Echt niet? Maar ik ga er wel een dickpic sturen. dan ga ik het gewoon onthullen. 3 van de 4 deden iets per ongeluk. De staatsloterij stuurde per ongeluk de uitslag van een maand eerder naar deelnemers. Daardoor dachten sommige mensen onterecht dat ze 100.000 euro hadden gewonnen. Een man uit Huissen werd vrijgesproken van rijden onder invloed. Hij zwoer niks gedronken te hebben en bleek te lijden aan het autobrouwerijsyndroom, zo heet dat. Zeldzame aandoening waarbij het lichaam suiker omzet in alcohol. En Chris Evans, bekend uit de Captain America films, deelde op Instagram per ongeluk een foto van zijn geslachtsdeel. En Julia Adlezic hoort er niet bij. De Sloveense deed alsof ze haar hand per ongeluk had afgezaagd. Maar ze deed het expres voor het verzekeringsgeld. En de hand werd weer aangenaaid en ze gaat mogelijk 8 jaar de gevangenis in. Als je me 20 jaar geleden had verteld dat ik nu grappen zou maken over de pik van Captain America en de hand van een Sloveense vrouw, dan had ik gezegd, ja, dat geloof ik wel, dat is een beetje mijn werk. Een ziekte waarbij suiker omgezet wordt in alcohol. Ik heb een ziekte waarbij alcohol omgezet wordt in slapgeouwe hoer, gênant gedrag en af en toe wat braaksel. Denk je ook, wat is dit voor een kutfilmpje? Druk dan hier op advertentie overslaan. Ja, dat is ook handig. Het zit er toch niet? Je lult achter de advertentie. Dat is de grap. Oh. Yes. En subscribe hier.